Rijksmuseum gewerkt. En ik kreeg nog steeds uitnodigingen. En ik vind alles hartstikke interessant. Dus ik kan... En mijn dochter maakt ook foto's. Maar die kon vanavond niet anders. Maar ze is meegegaan. Maar ze is niet genomineerd voor de, nee, voor de award? Nee, want ze is ouders. Ze doet gewoon... foto's maken overal en zo. En vindt u dat terecht de mensen hebben gewonnen dit keer? Nou, ik kan mensen verder niet, dus maar... Wat u gezien heeft op de dia-show, dat zag er wel goed uit. Ja, ik vond het wel aardig. Nou, oké. Okay. Nou, dan wens ik u een fijne avond verder, mevrouw. En wat is het dan, digifoto? Dat zegt me niks, hoor. Digifoto Pro? Wij zijn een tijdschrift over digitale fotografie. Oh, dat zal mijn dochter dan wel weten. Ik hoop dat ze een abonnee heeft op ons in ieder geval. Ja, want ze heeft ook wel eens in dat blad gestaan van Focus of zo. Focus, ja? Ja, dat goed. Is wel zeer gestaan. Ja, dan kan ze beter in Digifoto Pro staan, hoor. Ik was aan de vragen, maar anders is ze er altijd bij. Maar nu, want ik ga speciaal voor haar, maar nou kon ze ineens weer niet. Waarom is zij er niet bij dan vanavond? Als ze niet kon, maar ze doet niet mee met die wedstrijden. Wat voor foto's maakt zij zelf? Nou, gewoon opdrachten ook. Opdrachten? Veel popconcerten en zo. Okay. Heeft u zelf ook gefotografeerd? Of, ja, ik heb ook wel een prijs gewonnen. Oh, vertel, wat heeft u gewonnen? En toen liep mijn man zo in de zon. Aha. En dan heb ik een foto van gemaakt die heb ik laten vergroten. En heb ik toen 50 gulden toen de tijd. Maar dat is al heel lang geleden, hoor. Nou, dat... En ik maak overal foto's. Gewoon cameraatjes. Aha. En die vergroot ik dan. En die maak allemaal. Ik heb mijn huis vol met allemaal foto's vergroting. En dan zo. Nou. Dus u heeft er wel feeling voor, inderdaad. Ja. Dat denk ik weet het niet. Ja, pas zo. Ik wens u nog een fijne avond. Ja, maar kan ik dat hier zien?